Well, alright. We staan hier op het veld, ook wel bekend als Sportpaleis Malieveld. Het is vandaag de grote dag dat we Mali Madness hebben hier zo. We hebben lang op deze wedstrijd mogen wachten, maar nu komt het allemaal goed vandaag. De kermis is er, het is druk bezocht. Heel veel skateboarders zijn bezig op het veld met proberen hun kunstjes te laten zien. En soms lukt het, soms lukt het niet. We hebben een best trick, we hebben een best run, we hebben een fucking arena battle. Game of Skate zonder fucking rules, daar doen we niet aan hier zo op het veld. En dan hebben we uiteindelijk, last but not least, nog de death race tegen de schemering aan. Als iedereen een beetje een bakje op hebt, dan gaan we gewoon lekker death race doen door het hele veld. Kom met mij mee, het wordt gezellig. We hebben pils, we hebben barbecue, we hebben DJ's, we hebben het veld. Yo, we staan hier met Jesse Wallonke. Jesse, Jesse is mijn OG uit Alka, je weet toch? Ja, toch? Jesse, hoe is het? Ja, goed man. Sick. Hey, ik zag dat je een dikke hardflip deed net in je run. Ik ben daar trots op. Thanks man, ja. Je weet dat het mijn lievelingstruc is, hè? Ja, mijn lievelingstruc ook man. Oké, daarom mag ik deze gast zo erg, je weet toch? Jesse Wallonke uit Alka. Hardflips. Hardflip for life. Fucking sick. Je weet het. Ja. Ik sta hier dus met Dwight. Yo, lekker man. Ik sta hier met Vic. Hoi. En Vic en Dwight zijn de oprichters van Mali Madness. Die hebben de film gemaakt in het verleden. En nu is dus eindelijk de dag dat de contest er is. Hoe voel je je? Hier droom je jaren van. Werk je jaren naartoe. En dan dat het zo groot. Ja, het is toch niet normaal. Ja, ik ben sprakeloos. Heb jij hier nog wat over te zeggen? Ik ben redelijk ontroerd door de opkomst en de gezelligheid. En ik ga er een mooie dag van maken. Maar de gasten, dit zijn de Mali Madness gasten, dat je het weet. Victor en Dwight, je weet het. We gaan door, de best trick komt eraan. Hoe ziek gaat het worden? Je vult het zelf in. We noemen hem ook wel tripod, want zoals je kan zien heeft hij drie benen. Jesse, wat heb je gedaan? Ja, ik was aan het skaten en toen heb ik flat met een switch frontside 360 mijn hiel gebroken. Je hiel? Ja, mijn hiel en mijn enkelband een beetje gescheurd. Is toch mooi, topsport. Maar je hebt nog niet gevraagd aan onze personal EHBO of die het even kan fixen voor je? Ja, die heeft gisteren even lekker aan mijn ballen zitten likken. Hij wel, hè? Gaan we met jou verder? Ik stel je nu ook de vragen, dus nu moet jij antwoorden. Ja, zonder mij had je nu geen baan, chef. Dan zat je nu niet hier zo commentator te zijn. Wat moet je? Zoek je ruzie. Dit was Jesse. Jesse is echt een goede homie. Die kan geen Swiss 360 op flat, want dan breekt hij zijn hiel. Maar soms gebeurt dat gewoon, weet je. Soms gebeurt het. Kan de beste overkomen. Jesse, hartstikke bedankt. Ja, de ballen. Ik sta hier met mijn boy Alex.
ook wel hartpijn genoemd. Alex, hoe is het? Ja, goed hoor, met jou. Alles gaat altijd lekker, je kent het toch. Lekker skaten, hè? Je hebt lekker geskaten, hè, Wood? Ik doe altijd mijn best, dat weet je. En hier zo op het veld, met de gasten. Ja, local. Weet je. Met de gasten is het altijd fijn. Met Wood is het altijd goed. Dus niks te klagen hier. Pokus zijn goed. Shout-out naar de Pip. Shout-out naar Jesse, Josie en Dwight. Zijn broertje. Ja, je hoort het. Ik sta hier met David. David is van de Pip. Hoe is het? Ja, fucking goed, man. Zo relaxed vandaag hier. Zo lekker blazen. Alle boys aanwezig. Fucking dik, man. Ik zat met Josie, weet je. Die gast die het georganiseerd heeft. Zaten we te chillen 's ochtends, wij zo allebei. Kom op, man, we moeten weer even wat doen in Den Haag. Malieveld, Mali Madness. Moest er toch van komen? Je weet toch, moet er van komen. En vanavond gaan we allemaal los in de club. Iedereen op de gastenlijst bij de club, je weet toch. Pip, je weet toch. Zo doen ze dat hier in Den Haag bij de Pip, weet je. Iedereen op de gastenlijst, niks geen entree. Thanks David, we zien je vanavond. Ik zit hier naast Jip. Jip heeft net de fucking Arena Battle gewonnen. Jip, what's up? Yeah. Ja, going! Jip, je stond tegen Billy in de finale. Ik heb net van Billy verloren met een switch backfoot flip. En nu kom jij met een fake hard flip en daar heb ik wel respect voor. Hoe ging die gewoon? Ja, hij ging eigenlijk wel lekker en het was wel de bedoeling. Ja, ja, ja. Jip, fucking gefeliciteerd. Ik doe het wel voor Jip. Jezus, dat kan beter. Ja, ik deed die truc en ik voelde dat ik ging winnen. Maar toen gaf ik Billy toch nog één trein. Gewoon sportiviteit. Nummer één. Dat is nummer één. Maar die helaas ook niet. Ik ben een winnaar. Bedankt, Manus. Bedankt. De wijze woorden van Jip Korrevaar hier naast me. Hier zit ook Jip Korrevaar naast me. We zijn met alle gasten lekker op het veld. Laat je horen, er komt de defrace aan. Oh! Alright. Ja, ben jij vegan? Ja, man. Echt? Ja. Het was een droom. Yo, ik sta hier met de enige echte Leon Karsen. Hoe is het? Ja, gaat best wel goed. Ja, jij bent veel aan het tekenen en zo. Je zit in graphic designs. Gaat alles nog op rolletjes? Ja, alles gaat zijn gangetje. Ja. Zeker. Je hebt een flex jasje aan. Een beetje jaloers ben ik wel om hier gewoon zo dan naast te staan zo. Ja. Maar jij hebt ook lekker skate. Je kan goede hardflips. Daar hou ik van, man. Ja, jij ook, man. Jij kan ook goede hardflips. Dankjewel. Thanks. Sick. En jij komt hier vaker op het veld. Ik hoorde dat je hier vaak hebt geskate, ook vroeger en zo. Mis je het een beetje met al het reizen en zo? Ja, ik reis en verhuis. Ik mis het heel erg. Daarom ben ik hier een paar dagen blijven slapen. Het veld komt goed. De Mali Madness, die kan je niet missen natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Is Leon Karsen op Flashbot, je weet toch? Right. Lieve gast. Besef je, dat moment. Dat gewoon het al zo sick is geweest, die finale is geweest. Hoe iedereen losging om die laatste paar treis in die Game of Arena skate. En dat er nu nog gewoon een dikke devrace aankomt. Hoe dik wil je gaan? Zo dik dus. Minstens.
Yo man, we staan hier op het veld. Het is fucking vet hier zo. De prijsuitreiking is in volle gang. Ik heb gewoon de best run gewonnen. Zat er ook wat dik in, want ik skate hier bijna elke dag. Ik heb respect voor Arvin Otters, die heeft de best trick gewonnen. We hebben Jip Korevaar, die heeft de fucking Arena Battle gewonnen. En Izzy heeft de fucking Death Race gewonnen. Het was fucking sick. Iemand heeft nog van mij te goed een hoodie. Dus ik sta hier zo nu met de telefoons. En we gaan gewoon even kijken. Ik heb hier zo Thierry Sand, Bram van Horen, Bonnie Blaak, Niels. Ik zie Sebastian Moen. Sebastian Moen! Jij krijgt van mij die hoodie, gast. Sowieso. Daar komt hij aan. Ik stuur hem naar je op. Neem even contact met ons op. Volgende week geven we weer een dikke hoodie weg. Dus comment weer onder deze video. Woody, ik wil die hoodie. En pin gewoon die gratis hoodie. Het was een geweldige dag. Hier zo uit mijn beste stad uit Nederland, Den Haag. Waar ik van hou en waar ik altijd ben te vinden. Op het veld, met al mijn maten. Alle gasten van het veld. De Pip bedankt. Manus bedankt. Iedereen uit Aga bedankt. Flatspot uiteraard ook bedankt dat ik weer met mijn rotkop hier op tv mag komen. En we gaan gewoon door. Vergeet natuurlijk niet even te subscriben. En nog even comments achter te laten. En vind je het vet? Een duimpje omhoog. Doe eens gek. Doe het gewoon. Woody Hogendijk voor Flatspot Magazine. Check je later.